En ik voel heel veel voor de Joodse uitleg van het Sabbatsinstituut in Genesis 2. De Joodse uitleggers zeggen namelijk, heb je wel eens opgelet? Dat bij alle scheppingsdagen staat en het was avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag, de tweede dag enzovoort. Dat staat er bij de Sabbat niet. En God zag dat het goed was. Aan de Sabbat van God komt geen einde. Dat is de eeuwige Sabbat. En dat betekent dat God zich verheugt in al zijn werken. In zijn scheppingswerk, dat staat in het begin van Genesis. Maar de eeuwige Sabbatsrust waarin God verkeert in de hemel, is dat hij zich ook verheugt in het werk van zijn lieve Zoon. In het bloed, in de tranen, in de grote strijd in Gethsemane. En God zag dat het goed was. In de helse angsten aan het kruis, waar Christus lijdt voor doemwaardige zondaren, tot in de hel toe neergestoten wordt. En God zag dat het goed was. En als Jezus op de Sabbat na zijn overlijden aan het kruis in het graf ligt. En God zag dat het goed was. God verheugt zich in het heilswerk, in het bloed en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zullen we dat nooit vergeten?